Hey, en welkom bij het Driver San Francisco event. Ik ben Dave van Hemelen. We zijn hier in het Manhattan Hotel in Rotterdam met Christophe. Christophe, ja. We hebben Driver gespeeld. Dat klopt. Eerst de gewone race hebben we gedaan. Zonder shift, gewoon de mechanics, de game een beetje gewoon worden. Gewoon een simpel, rechttoestaande race. Nou, ik dacht direct van oké, weer een nieuwe leuke racer. Niks speciaal en toen kwam er de shift. De shiftfunctie en die is een, leuk. Een bom, om het die te doen. Die is enorm innoverend inderdaad. Wat is shift eigenlijk, Christophe? Ja, shift is eigenlijk een mechaniek die toelaat om als persoon uit de auto te stappen en eigenlijk in een nieuwe auto te gaan transporteren. Dus eigenlijk wanneer je een frontale botsing hebt, duwt gewoon een knop in, heb je shift eruit, kies een andere auto en je komt direct op de map terecht. Je kan uitzoomen, je kiest een auto, je springt automatisch zonder enige vertraging, wat echt wel indrukwekkend is, meteen in een andere auto die je hebt gekozen. En dat is vooral leuk in multiplayer. Want we hebben bijvoorbeeld eigenlijk tikkertje gespeeld, of verstoppertje, hoe zeggen we dat? Hè? Iemand is de gemarkeerde auto en je moet die proberen te raken, zodat jij eigenlijk jouw auto gemarkeerd raakt. En ze weer jou moeten raken. En als je vlucht, normaal gezien in een normaal race game vlucht je echt weg, moet je de achtervolging ingaan. Maar met shift, dan kunnen ze ineens voor je staan, een vrachtwagen die de weg blokkeert. Enorm, als ze een beetje samenwerken, je achtervolgers, red je het niet lang. Hè. Als ze tactisch gebruiken, voor je, achter je. Ja, je wordt van 360 graden eigenlijk aangevallen. En, het is echt wel op een gegeven moment, zoals dat DVL zei, gewoon een vrachtwagen die recht toe op u afkomt en uiteindelijk. Ja. Wij zijn in ieder geval onder de indruk van de shiftfunctie en ook omdat het zoveel variatie is. Hè. Je hebt Capture the Flag, Cops and Robbers. Cops and Robbers, dat je politieagent bent, dat je Defend the Base. Je hebt een team van een aantal auto's die de basis verdedigen. En anderen die de basis proberen in te rijden. Als je wordt aangeraakt als aanvaller, terug direct naar buiten. Shiften en eigenlijk op 5 seconden tijd kan je eigenlijk van aanval gewoon terug shift en aanval inzetten. Dus op fracties van seconden eigenlijk. Ik denk dat dat wel heel wat hoge scores zal opbrengen, vooral de multiplayer functie. Heb je, het verhaal hebben we echt nog niet echt gezien. Nee, hebben we nog niet gezien. Moeten we nog een beetje op wachten. Maar ik denk dat ze daar vooral hun punten mee zullen scoren. Vooral multiplayer. Heb je geen multiplayer of Xbox Live Online of PlayStation? Dan zal het misschien een nieuw, een doodgewoon racegame worden. Met de shiftfunctie zit ook wel in het verhaal. Ja, heel diep verwerkt. Maar dat is nog een beetje een mysterie. Daar moeten we nog een beetje voor afwachten. Maar zeker, online zal het wel scoren. Zeker, geen simpele racegame eigenlijk meer. Nee. Dat is heel veel tactiek aan toe. Inderdaad, het is echt een innovatie in de racingwereld. Ja, ik kijk ernaar. Ja, ik ook. Begin september. Begin september komt het aan. Ik denk zelfs de eerste. Dus. Voor de schoolgaande jeugd misschien niet echt de hele beste dag. Maar dan is er nog niet veel te doen. Nog niet veel huiswerk. Dus we kijken naar uit. Ja. 1 september, Driver, San Francisco.